zijn eindelijk de nieuwe items te vinden op de webshop. Rudy-shop.nl, broeders. Haal snel je merch. Op is op. Als we een big brain lobby hebben, dan kan ik dit maken. En dat vlees doet mij. We hebben geen keys. Keys is geen common task. Dus dit is... dit verraadt mezelf nu. Zo, nou lekker sleutels gedaan, joh, jongens. Ik moet even Casey vinden, eerlijk gezegd. Even kijken, wie was dat? Wouter en dat vlees. Die heb ik erachter gelaten. Dat vlees loopt daar. Hij heeft niemand gekillt. Ik moet even een buddy hebben. Iemand die kan vertrouwen met... Nu al. Let me guess. Rudy, nat vlees, leg uit. Nee, dit meen je. Oh, nee. De back-to-back? Nee, 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 jongens, luister. Luister, ik was gewoon die task bovenin aan doen met die sleutels. Ik zweer, ik ben het niet. Ik deed een foutje, hij deed hem ook. Ja, we deden hem samen. Rudy en ik hebben samen keys gedaan. Hé, hey, jongens, don't hate to break it to you. Maar er zijn geen keys. Er zijn geen keys. Nee, dat meen je niet. Nee, wat? Dat meen je niet. Ik heb het idee dat Rudy aan het beten was voor Nat Vlees. Rudy, volgens mij hebben wij het verkeerd gefaked. Easy vote. Ik stem op mezelf. Ik wil wel snipen op Rudy of Nat Vlees. Ik vind het allemaal goed. Nee. Dat is iets wat een imposter zou zeggen. Mijn plan was... Oké, nu komt mijn 3000 IQ plan, hè. Ja. Mijn plan was dat iemand deze meeting ging callen en die dacht dat wij het enigszins serieus deden. Waardoor de imposter op de bandwagon zou springen en op ons zou gaan voten. Dus het is Joost! Dit is smart, jongen. Dit is Joost. En Wouter. Joost en Wouter. Pick his brain ever. Oh god, nee! Nee, jongens! Wordt het een snipe? Wacht, wie denkt legit dat ik die dingen doe? Wie denkt dat legit? Dat is zo... Oh, fucking idioten. Ik ga geen tasks doen. Ze stikken er maar in. Rudy de no-task doer. Back at it again. Get right. Oh, okay. Ja. Gaan we dubbel snipe? Ja, ik ga geen task doen. Fuck jullie. Ja, doen we. Kijk, ik denk dat dit een plan is van... Ik wil eigenlijk echt niet, jongens. Om nu iemand eruit te stemmen. Ja. Biggest brain. Biggest brain. Jij stond vrijwel even lang, maar je liep net de kamer uit en dan zit je opeens... Hier is het. Dan moet het dom zijn natuurlijk. Op de bandwagon. Nee, we gaan daar niet wat vlees eruit stemmen, toch? Kom nou. Maar mij wel? Stemmen we jou? Jawel, doe het. Dan kan ik meer tijd steken in mijn kroeg. Dat zou best wel kunnen zijn. Het kan legit nat vlees zijn. Dat is helemaal waar. Doe dat eens even lekker, joh. Oh, shit. Ongekend. Oh, shit. Ik ga stoppen met mijn zus, want ik doe gewoon mijn task. Nee, ik ga niet mijn task doen. Ze stikken er maar in. Ik ga Kees van de spek stalken. Oh. Nee, Kees! Oké. Oh, sorry, jij was weg. Oké, sorry. Ja. Ik was boven storage. Joost, Kees. Joost, niet boos worden, sorry. I mean, bij het begin van de game was het Rudy en Nat Vlees. En het is steeds Nat Vlees. Ja. Ik heb Nat Vlees gestanden. Jongens, even een snipe. Was het Siri? Ik liep achter jou, Link. Ja, dat weet ik. Is dit zo'n 720 Rust 1v1 snipe? Ik weet het niet, maar jij wilde mijn shanken, gast. Nee. Jij wilde mijn shanken, gast. Weet je wat het is, chat? Die 3000 IQ play was eigenlijk deel van mijn 5000 IQ play. Ik weet nu door die play wat het gemiddelde IQ van deze lobby is. Oké? Dat weet ik nu. Dat heb ik kunnen peilen met de 3000 IQ play, wat eigenlijk een 5000 IQ play was. Very epic. Yes. Applaudisseer even voor mij. Voor mijn grote hersencapaciteit. Doe even applaus in chat. Lekker applaus. Ik heb met mijn 5000 IQ bepaald hoe laag het IQ is van deze lobby. Big surprise. Meld WhatsApp-vrouw erbij. 0800. Thanks, Kees. Ik ga nooit meer trollen. Er was... Jullie gekut aan het begin van de game wat 3 mensen geboezeld waardoor niemand te redden was. Ja, maar welke 3 zijn zo dom? Nu wordt iedereen geslepen, want er zijn gewoon 2 imposters. Wat was dat? Jongens, ik ben het. Ik ben het, jongens. Oh yes, baby! Rudy en Jones! Dit moeten we even lekker poelen. Ik ga hier gewoon meteen wel staan. Ja, zijn we klaar? Oké, Joost, jij en ik, baby. You and me, baby. Oké, ik moet even in mijn massive imposter bui komen. Ik ga gewoon hier bij Joost staan, joh. We doen samen gewoon deze task. We gaan dubbel killen, Joost. We gaan dubbel kills only.
Hmm. Oké. Okay. Oh, Siri is zo'n camper. Siri is zo'n campertje. Oké. Joost, het is te stacked. Ik weet niet wat voor geluid dit maakt. Oké, Joost, hoe gaan we dit doen? We moeten even admin tafel checken. We moeten even... Oh, iemand staat op camps. Dat is gevaarlijk. Gewoon niet killen, Joost. Gewoon niet killen. Oké, iedereen leeft nog. Dit kunnen we doen. Maar dat is te risky. Het zijn wel twee mensen die ik eruit wil hebben. Oké, er zit één deel bij me. Niemand is specimen. Joost en ik zitten hier. We kunnen even een drive-by doen, joh. Het is te gevaarlijk, Joost. We moeten snel zijn. Oh, lights? Waarom zitten we dan hier met lights? Er is hier niemand binnen. Er is hier niemand binnen, Jonas. What are we doing? Wat is het plan? Want nu loopt iedereen naar lights. Nu loopt iedereen naar lights. Kees van de spec! Ik durf voor wires. Dat is ook een common task. Oké. Oh. Fuck jou, jij bent te veilig. Oké, die body mag niet gevonden worden. Waar gaat Jamie dood? Oh. Oké, Jamie ziet me niet. Hij zit hier lekker rustig in de task. Als we nog even één kill kunnen maken en Joost ook zijn eigen kills. Kut. 2 seconden, yo. Gast. Dit moet wel een lab zijn gebeurd, of niet? Ja, dat klopt. Dubbel kill? Ja, ik zag via admin drie mensen sowieso in laboratory. Ik ben net op tijd weg. Was het endgame of overwegen? Want... Het is net gebeurd. Het is best wel ver. Voor de fixed light zag ik er 3. Oké. Ik heb sowieso Jones daar gezien. Ik heb Rudy daar gezien. Ja, klopt. Maar dat was niet Joost uit zien lopen. Nee, dat is al lang geleden. Wouter heb ik daar gezien, maar die is dus dood. Was Ryan er ook niet? Oh, lol. Well, never mind. Ik denk dat op het moment van de kill dat Nat Vlees en Don veilig zijn. Want die stonden bij Vitals te kijken. Ja, en Maxine heel stonden lang bij Cams. Ja. Daar geweest. Ja, Jamie kan het ook niet zijn. Ik ben achter Jamie aangelopen, zitten nu samen in Specimen. Ik zit in Specimen, ja. Ik was die tas. Siri, waar was Siri? Ja. Maar Don, jij zit op admin dus. Admin en Vitals zat ik tussen te waggelen. Wanneer zaten de 3 men in het laboratorium toen hij gecalled werd of eerder al? Voor de fixed lights. Oh, oké. Okay. Ja. Op het moment dat jij daar dus het was kill, fixed lights en escape. Ja. Oké. Okay. Nee. Dus dat maakt jou een hoofdzus. Waar ligt zo'n lijk? Er waren 4 man of zo en dan ben ik hoofdzus. Ja, waar ligt zo'n lijk? Ja, onder andere. Nee, maar Joost was al weg. Nee, Joost was sowieso al weg. Dat loopt. Op dat moment, Joost, Don en Nat Vlees die stonden bij Fidos en Admin. Ja. Ik en Maxime stonden op cams te kijken. Dus die zijn veilig. Rudy kan nu voor Jamie Foutje. Ja. Dus of hun twee zijn het, of jij dan samen met Don in dit geval. Nee, maar... Ik denk eerder Rudy en Jones, dat die het samen zijn. Hoezo? Hoezo dat? Omdat ik hun twee dus samen in laboratorium zag. En de andere twee die er waren, Wouter en Ryan, die zijn dus allebei. Ja, maar Wouter die leefde nog toen ik... Nee, Wouter was safe, want die zat een matchscan te doen. Ik zat op hem te wachten. Ja. Ik was maar lag de kill bij Rocket? Of, was ik in laboratorium, voordat jij kwam, Jamie. Dus dat zou wel kunnen kloppen. Ik was daar wel in de buurt. Maar wacht, is de body nou gevonden in lab of ergens anders? Wat? Ja, ik skipte. Oh, Jones, don't blame me. Eén lijn. Kut. Nou ja, tot zover mijn goede imposterpotje. Oké, we gaan even die kill cooldown stacken. Ik zat wel een beetje te foutje voor Joost. Dat hoort mijn downfall, let maar op. Oké. Top. Dan gaan we even lights fixen. Top. Oké. Oké. Wie moet dood? Link moet dood. Het is Link. Link moet dood. Oké, we gaan even een task doen. Siri, kinda sus. Hoe ga ik dit doen? Oh, het is zo druk daar. Iedereen is gestackt, joh. Fuck hun! Al die campers, joh! Fuck! Weet je wat, dit heeft geen zin, Jamie. Dit heeft geen zin. Nee! Oké, Jamie. Dit is al een makkelijke optelsom, Jamie. Dit is heel ongemakkelijk, Rudy. Want jij liep later dan mijn specimen in. Stel, ik heb gekald. Ja, okay. Mond houden. Ja. Ik heb gekald. Ik zat dus de hele tijd op die camera's te kijken. Toen liep ik even weg, want het begon te druk te worden. Ik kreeg het warm onder mijn oksels. En toen liep ik weer terug naar de camera's om te kijken. Ik zag dat Don van tevoren aan het kijken was. Maar toen zag ik dus in één keer Rudy de kamer uitlopen. Die is daar dus
gewend achter mij richting security. Ja. En die heeft Don in zijn rug gestoken. En toen stond hij dus weer op de vent, wou die weggaan. Maar op dat moment kwam ik er aan. Nee. Even opnieuw, Jamie. Je laat dat stuk eruit waar jij die vent in sprong en de deuren voor me closed voordat ik de button kon callen uit paniek. Oh, dit is de eerste keer dat hij het speelt. Gast. Ik snap niet zo naar waarom wil je naar de button toe gaan als een kill is gemaakt, Rudy? Ja, ik raakte paniek, want ik zag de kill niet. Ik zag de vent. Ja, ik liep dus extra nog een keer terug om te reporten. Want ik wou in paniek, wou ik op report drukken. Maar het werkte niet, omdat ik geen lichaam zag, omdat ik weg aan het rennen was. Ja, ik had dat lichaam ook niet gezien. Ik zag jou uit die vent komen. Ja, die gaan maar even zo doen. Nou ja, oké. Okay. Die ook een beetje suspicious. Ja, wie hadden we nou de vorige met Joost? Ook Rudy en Joost. Ja. En Jamie. Ja, ik zei net dat ook al wat Joost Jamie en Rudy zei dat het of suspicious Rudy waren. Ja, maar als jullie ervan uitgaan dat ik het ben, dan is Joost misschien wel gewoon onschuldig. Ja, maar we moeten zo eens iemand uitschrijven bij 6, als we Joost mis hebben. Ja, nee, dat sowieso. Maar ik nog even, vorige ronde. Ja, voor mij is het obvious, hoor. Voor mij is het obvious, maar... Voor mij is het 100% obvious. Ik zit meer met de tweede imposter in mijn maag dan. Ik was lekker aan het wandelen net en ineens ook maakte Rudy een U-turn terug opnieuw naar mij toe. En toen... Ja, maar we zaten de ding te doen, joh. Nee. Hij stopte ineens toen ik het camerabeeld ging opzoeken. Ik zat het ding te doen met je. Niet. En Nutplace is het 99% niet. Oké, okay, het ding is... Want Jamie is er nu, dat heb ik bevestigd. Ja, en dan is Joost er niet. Dus nu hebben jullie nog één kill en jullie hebben verloren, hè? Oké, okay. Bye Rudy, dag. Die 1%. Fucking ja, sloppy Joost. Oh, nou ja. Ik ging er echt uit voor saus. Ja, klopt. Ik was zo blij dat die cams aan stonden. Ik zat echt nog 1 seconde en ik had Jamie een specimen kunnen killen. Hey broeders, blijf klikken op die like-knop als jullie meer Among Us video's willen zien. Laat ook een toffe comment achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Volg me ook op twitch.tv/Rudy, want ik stream deze game ook live. En dan zie ik jullie hopelijk morgen in een nieuwe aflevering van Among Us.